Suriname is deze week gastheer van de 8e GCI Senators Conferentie. Het is de eerste keer dat de Senators Conferentie in Suriname wordt gehouden. In de bankethal van Hotel Torarica zijn senatoren van de GCI van het Caribisch gebied en Zuid-, Midden- en Noord-Amerika bij elkaar om te praten over cultuur, zaken doen en vriendschap. Dit is ook het thema van de vierdaagse conferentie. De officiële opening van de GCI Senators Conferentie was afgelopen woensdagavond. Max Apapu, president van Junior Chamber Suriname Senaat, zegt dat tijdens de conferentie er in gedachten het thema inhoud zal worden gegeven aan het idee van integratie in wereld, in het algemeen en in het Caribisch gebied en de Amerika's in het bijzonder. GCI Senators as part of the world and discussing about several topics surely have an added value to the country. And that contributes to the further development of the different communities and societies in our different countries. For the participants, I ask your special attention during the Senate program. With these activities within this program, we will be focusing on prevention of damaging effects on our climate and planet. Max Apapu, president van Junior Chamber Suriname Senaat. Hij sprak bij de opening van de 8e GCI Senators Conferentie. Suriname is voor de eerste keer gastheer van de GCI Senators Conferentie die deze week in Paramaribo plaatsvindt. De conferentie wordt morgen afgesloten.